Er is wel een discussie aan vooraf gegaan, ja. En daar is de bondscoach dan uiteindelijk voor verantwoordelijk. Met andere woorden, Van Hanegem was het niet eens met advocaat. Ik kom naar buiten, eergisteren het eerste wat iedereen vraagt van, was je het eens met de wissel? En wat zei je toen? Huh? Ik zei niks. Ik had gelukkig één uit China aan mijn broek hangen, dus. Die kon niet verstaan. Toen zei Van Hanegem niets, vanmiddag wel. Bewust of onbewust, hij flapte het er zo uit. Van Hanegem wilde Van de Meijden uit het veld halen. Nou, er was een plan geweest dat Seedorf eigenlijk wat aan de rechterkant zou gaan spelen. Dus dat was ook een discussie nog. Dus Robben laten staan en dan Van de Meijden draait Seedorf rechts en de middenvelder erbij. Dat was dus de mening van Van Hanegem. Maar Dick Advocaat overrulde hem. De apotheose kwam veel later in de persconferentie. Op een vraag van een Engelse journalist. Als het woensdag 2-1 voor Nederland staat tegen de Letten en Dick Advocaat wil weer op dezelfde manier wisselen, wat doet Van Hanegem dan? Dan sla ik hem neer. De persconferentie was opvallender dan de training. Om 6:45 vanavond, na een uurtje op het veld gestaan te hebben, stoof de bus met spelers weer terug naar het hotel.